grootste kans op een ongeval ligt op de Noordzee. Daar zijn we ook in dit scenario van uitgegaan. Ook in dit scenario zijn we ervan uitgegaan, wat we eigenlijk altijd doen, dat de strategie erop ligt om alle olie op de Noordzee op te kunnen ruimen voordat het de Waddenzee inkomt. Maar in dit scenario gaan we er ook vanuit dat het niet helemaal lukt, om wat voor omstandigheid dan ook, bijvoorbeeld door de wind. En dus zijn we ook op de Waddenzee actief deze dagen. Vandaag hebben we een aantal vaartuigen met veegarmen ingezet om de olie van het water af te halen, zowel op de Noordzee als hier op de Waddenzee. Een helikopter of het kustwachtvliegtuig houdt in de gaten waar zo'n olievlek, dan de fictieve olievlek, zich heen beweegt. En ondertussen zetten we ook wat we een apparaat noemen de currentbuster in, wat twee sleepboten eigenlijk achter zich aantrekken om daarmee de olie van het water af te kunnen vegen. We hebben wel 60 verontreinigingen ongeveer per jaar in de Waddenzeehavens. Dan gaat het om misschien 100 liter gasolie door bunkerfouten eigenlijk. Nou, ook daar maken we afspraken, hebben we al afspraken voor. En onze aannemer is ook heel snel ter plaatse om zijn olieverontreiniging in te dammen. Maar een echte grote calamiteit hebben we in ieder geval in decennia nog niet gehad. Dus zelfs 1 kuub olie op het water kan voor olie vervolgens desastreuze gevolgen hebben. Dus ook daar moeten we paraat voor staan.